Ondanks het lekkere weer gingen vandaag ruim 6000 mensen naar een speciaal spreekuur in het ziekenhuis om hun huid te laten checken. Dat kon omdat het Nationale Huidkankerdag is. Het aantal mensen met huidkanker groeit in ons land. En er zijn nu zelfs speciale apps waarmee je verdachte plekjes in de gaten kunt houden. Zij hadden ook kunnen gaan voetballen in het park, maar ze vinden het toch belangrijker om hier te zijn en zich even te laten checken op huidkanker. Het komt er steeds meer voor in de familie. En omdat het steeds vaker voorkomt, heb je van nou, vind het wel heel belangrijk om dat ook goed bij te houden. Dat die lekker warme zon ook gevaarlijk kan zijn, blijkt wel als je kijkt naar de cijfers over huidkanker in Nederland. 25 jaar geleden kregen jaarlijks 4000 mensen de diagnose huidkanker. 3 jaar geleden waren dat er al 14.000. Dat komt doordat we steeds ouder worden en veel mensen als kind niet goed zijn ingesmeerd. En waar we nu tegenaan kijken, dat is eigenlijk de hele grote epidemie, noem ik het maar even, van mensen die in de jaren 70, 80 massaal naar de Costa's trokken en eigenlijk vanaf dat moment aan zonlicht blootgesteld werden. Als je als kind verbrandt, heb je later meer kans op kanker en dus moet je zelfs flink smeren bij de eerste lentezon. Je bent je daar dan niet bewust van, dus dan smeer je ze toch niet zo snel in. Of ik smeer mezelf dan niet zo snel in. Ja, we smeren nu factor 20, zie ik net. maar normaal factor 50 doen we. Our app helps you find potentially suspicious moles on your skin. Er zijn steeds meer apps te koop waarmee je verdachte vlekjes in de gaten kunt houden. Dit ziekenhuis in Eindhoven laat patiënten zo'n app gebruiken als proef. Het is geen middel om een diagnose te stellen, laat ik dat voorop stellen. Maar mensen kunnen dus gewoon foto's maken van hun moedervlekken. Die kunnen ze opslaan in hun fotoalbum. En bij code rood moet je naar de dokter. Ook in Leiden testen ze de app. Maar, zeggen ze hier, die moet er niet voor zorgen dat mensen helemaal niet meer naar een arts gaan. Dat is een van de hoofdkritiekpunten. Dat mensen vertrouwen op de uitslag die een app geeft. Maar je moet niet vergeten dat de meeste melanomen, die ontstaan niet uit een gewone moedervlek. Dus eigenlijk moeten mensen ook andere dingen weten over hun huid. Van de meeste van dit soort apps is niet onderzocht hoe betrouwbaar ze precies zijn.